rood, wit, blauw, oranje. En ineens wist ik het. Een oranje fonds, dat heeft u nog niet. Als ik zeg oranje fonds, wat zeg jij dan? Samenleving. Dankbaar. Kennis en aandacht. Mensen verbinden en mensen heel blij maken. De steun van het Oranje Fonds betekent voor ons erkenning. Iedereen kan gewoon van betekenis zijn voor een ander. Ja, dit is echt gewoon spontaan. Dat is gewoon niet te geloven. Ja, ik vond er de indruk ervan. Wat een geweldige winnaars hebben we. Alle drie hebben ze een appeltje van Oranje meer dan verdiend. Lila Pineo. Door Tobie heb ik gewoon heel veel zelfvertrouwen gekregen en het was echt gelukkig. Nou, fantastisch. Dat klinkt heel goed. Daar geniet ik gewoon van. Dat is echt uit. Iets kunnen doen voor iemand, dat maakt gelukkig. Dus het geeft mij een goed gevoel. Hallo en welkom bij een heel bijzondere avond. We vieren vanavond het 20-jarig bestaan van het Oranje Fonds. In 2002 werd het opgericht als huwelijkscadeau aan toen nog kroonprins Willem-Alexander en prinses Maxima. En nu, 20 jaar later, heeft het fonds meer dan 100.000 sociale projecten gesteund. Klein en groot, met als doel werken aan een sociaal verbonden Nederland. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen en niemand er alleen voor staat. Een samenleving waarin iedereen ertoe doet. Sinds een week hebben we geen lockdown meer, maar we vieren deze bijzondere dag toch nog online met een deel van de verjaardagsvisite op het scherm. En daar staat ook Bart Boonstra. Hallo Bart. Goedenavond Lisette. Goedenavond ook namens mij. En inderdaad, dit zijn de mensen die het geluk hebben gehad dat ze op ons scherm aanwezig konden zijn. Hallo allemaal. Ik ga even kijken of we live zijn. Dag, ja hoor, dat gaat goed. Ik wil jullie van harte welkom heten op deze virtuele verjaardagsvisite. En het leuke is, we hebben niet alleen maar visite uit Nederland. We hebben ook bezoek van de Cariben. Even kijken, waar zijn jullie? De Cariben aanwezig? Ik zie nog geen handjes. Ja, oh, ik zie... Ja, daarboven, ja hoor, linksbovenin. Hallo, hartstikke gezellig. En ik wil even heel erg graag aan jullie vragen of jullie hier de camera aan willen zetten. Dat is wel zo leuk, want dan kunnen wij jullie ook zien. Jullie kunnen vragen stellen, je verhaal vertellen, want we komen in de loop van dit programma een paar keer bij jullie terug. Ik wens jullie een hele fijne avond allemaal. We gaan vanavond terugblikken en vooruitkijken met vertegenwoordigers van allerlei projecten die gesteund worden door het Oranje Fonds. We hebben een huisband, drie man. En we gaan spreken met het beschermpaar van het Oranje Fonds, onze koning en koningin. Een paar dagen geleden waren we te gast op Paleis Huis ten Bosch. En dat gesprek ga je zien in de loop van deze uitzending. Maar we beginnen met de mensen hier aan tafel. Sandra Jetten, directeur van het Oranje Fonds. Bestuurslid Kim Putters is hier. En ook Dick Benschop, al bijna zes jaar voorzitter van het bestuur. Heel fijn dat jullie er zijn. Goedenavond. Meneer Benschop, wat was de ambitie van het Oranje Fonds 20 jaar geleden? Ja, ik heb het even nagekeken. En in de taal van toen, bijdragen aan het maatschappelijk welzijn en de sociale cohesie binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Ja, nu zou je zeggen, een samenleving waarin iedereen ertoe doet, waar je allemaal meetelt en waar we echt samenleven. Dat is onze opdracht. En dat lukt heel erg goed. Dat gaan we vanavond op heel veel verschillende manieren zien. Maar eerst nog even terugkijkend. Hoe is het fonds in de afgelopen 20 jaar veranderd? Dik, want ik mag Dik zeggen. Absoluut. Niet qua opdracht. En qua ambitie, ik denk dat we eerder nog ambitieuzer zijn dan toen we begonnen. En dat kan ook omdat we in staat zijn gesteld, ook door alle steun en al onze partners, om steeds meer sociale initiatieven te ondersteunen naast de grote campagnes zoals NL Doet die we organiseren. En
Dat heeft ons dus in staat gesteld meer te doen, ook met meer middelen. Honderden projecten praat je ook over honderden miljoenen in de loop der jaren. En wat misschien nog wel belangrijker is, is dat we samen met onze projecten geleerd hebben. Hoe ze het beter kunnen doen, hoe we meer mensen kunnen bereiken, hoe we programma's kunnen laten groeien. Hoe we eigenlijk meer impact kunnen bereiken. En dat is de weg die we gegaan zijn. En wat is dan bijvoorbeeld een belangrijke les waarvan ik denk, ja, dat hebben we in die 20 jaar toch wel echt heel veel beter gedaan dan we in het begin deden? Ik hoorde net van een van de deelnemers hier, die zei, ja, het geld is wel belangrijk, dat levert een versnelling op. Maar dat delen van de kennis en de ervaring, daar worden we beter van. En daar komt natuurlijk uiteindelijk de echte impact, de echte sociale verandering vandaan. En ik denk dat we dat geleerd hebben. Sandra, in de afgelopen 20 jaar zijn meer dan 100.000 projecten door het Oranje Fonds gesteund. Wat bereiken jullie met die steun aan die projecten? Nou, uiteindelijk willen we dat niemand er alleen voor staat en iedereen mee kan doen. Dus we willen zorgen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. En dat doen we dus door het financieren van de sociale initiatieven. En we richten ons dan op het creëren van een betrokken samenleving. Waar mensen echt gelijke kansen hebben en er ook wordt gezorgd voor elkaar. En dat we naar elkaar omkijken. Dat zijn eigenlijk toch wel hele belangrijke aandachtspunten voor ons. Nou ja, en dat doen we dus niet alleen door die steun aan die initiatieven, maar ook door ze met elkaar te verbinden, zoals we net al hoorden. Kim, aan jou iets heel anders, want je bent ook directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Wat gebeurt er in de samenleving waardoor de initiatieven die het Oranje Fonds steunt nodig zijn? Nou ja, je ziet ook in Nederland, dat niet iedereen dezelfde kans heeft op een goed leven. En dat sommige mensen, of dat nu in het onderwijs, de zorg of in de buurt is, toch ook een steuntje in de rug nodig hebben. En dan is het ontzettend belangrijk dat er vrijwilligers in de buurt zijn die bereid zijn om een beetje te helpen. En via de projecten van het Oranje Fonds weten we heel veel mensen te bereiken die net dat duwtje in de rug goed kunnen gebruiken. En dat gebeurt door ontzettend veel vrijwilligers. Nederland is een land met zoveel mensen die er de schouders onder willen zetten. Ja, dat is de komende jaren ook hard nodig. Zeker ook als je nu kijkt wat corona ook nog betekent in de samenleving. Mensen zijn eenzamer geworden. Sommige mensen hebben meer psychische problemen. Dus ja, met al die vrijwilligers kunnen we het leven toch een beetje beter maken voor heel veel mensen. En het beschermpaar, dat zijn natuurlijk onze koning en koningin. Een paar dagen geleden waren jullie, Sander en Kim, op Paleis Huis ten Bosch voor een gesprek met hen. En naar dat gesprek gaan we zo meteen natuurlijk naar kijken. Maar eerst wil ik eigenlijk wel even weten, hoe zit dat met hun betrokkenheid bij het werk van het Oranje Fonds? Ja, die is echt heel groot. In de afgelopen 20 jaar hebben ze ruim 200 initiatieven bezocht. En daardoor ook echt in gesprek gegaan met al die vrijwilligers die zich inzetten voor een ander. En dat zijn vaak hele bijzondere momenten en hele mooie gesprekken geweest. Ja, want hoe was het daar, Kim? Ja, nee, je merkt dat de koning en de koningin ontzettend betrokken zijn bij al die vele projecten. En ook best precies weten wat er allemaal gaande is. En wat er nodig is om vrijwilligers te ondersteunen. Om meer impact te bereiken, zoals Dick daarnet ook zei. Dus het was een heel bijzonder gesprek. Daar gaan we zo naar kijken. Nou, laten we dat nu doen. Majesteit, hartelijk dank dat we vanavond met u over 20 jaar Oranje Fonds mogen praten. Het is 20 jaar geleden, tijdens het huwelijksfeest in de Arena, dat u dit cadeau kreeg aangeboden. Kunt u zich nog herinneren wat u dacht toen dit gebeurde? Nou, het was geen verrassing. Wij hadden zelfs om gevraagd. Ah. Dus er was een comité voor ons huwelijk. En mijn man en ik hebben toen gevraagd voor sociale cohesie. In plaats van een cadeau, hebben we gewoon toen een fondscadeau gevraagd. Met dit onderwerp. Natuurlijk hebben we nooit gedroomd dat het zo groot zou worden. Maar in de tijd, ja, we dachten ook, oké, een fonds. Maar ja, dat moest nog pas beginnen. Hè? Dus het is echt, toch? Ja, we kregen dus van het Nationaal Comité een prachtig feest in de Arena die avond. En wij vonden het echt heel belangrijk om niet alleen bepaalde groepen te betrekken in de sociale cohesie, in samenwerken, maar met juist andere groepen bij elkaar te integreren. Of het nou in verschillende leeftijdsgroepen was of verschillende etnische achtergronden. En op die manier met een fonds actief te zijn in de maatschappij. En uiteindelijk is dat natuurlijk het Oranje Fonds met alle fantastische medewerkers geworden, wat we nu hebben na 20 jaar. Kunt u zich het moment van de onthulling nog herinneren? Ja, die hele avond was gewoon één groot feest. En het was natuurlijk heel bijzonder, want je staat in een volle arena, maar door het licht zie je helemaal niemand. Maar toch, dat maakt het op zich ook wel intiem, dat moment eigenlijk. Een heel bijzonder persoonlijk moment waar dit fonds onthuld werd. En wat wij volgens de huwelijk gekregen hebben.
Het is de finale van het feest hier in de Arena in Amsterdam. Het Oranje Fonds ligt. U zei die avond, we gaan er meer van maken. Is dat gelukt? Wat bedoelde u daarmee? Ja, het was natuurlijk een concept, wisten we wat we wilden. Ja. Maar we wilden echt van wezenlijke betekenis zijn voor Nederland. Ook ervoor zorgen dat mensen erbij horen, mee kunnen doen. Dat mensen naar elkaar omkijken. Dat we echt een fonds zijn van en voor iedereen. En ook, we hebben ook bewust gekozen voor het naam Oranje Fonds, dat het niet gekoppeld is aan één persoon of aan twee personen. Ja. Maar dat het aan de familie gekoppeld is en hopelijk daarmee ook vele generaties mee kan gaan. En dat het echt een belangrijk onderdeel wordt van het welzijn in Nederland. Ja. Ja. Waar iedereen zich verbonden mee kan voelen. Ja. Ja. Nou, inmiddels zijn we 20 jaar verder. En het Oranje Fonds zet zich al jaren in voor op een aantal aandachtsgebieden die heel belangrijk zijn. En een van die eerste aandachtsgebieden is betrokken samenleving. Binnen betrokken samenleving hebben we ook een mooi programma. Dat is NL Doet. In de afgelopen 17 jaar hebben er miljoenen mensen meegedaan aan deze grootste vrijwilligersactie van Nederland. En u doet ook altijd, als het kan, in principe ieder jaar mee. Het is helemaal verkeerd gegaan. Het probleem is, je moet echt heel veel ver gaat doen. Maar als het heel hoog gaat, dan komt het wel naar beneden. Maar ja, gezamenlijk waterverf. Dus in douche. Allemaal goed. Hier heeft u geholpen met het opknappen van een gymnastieklokaal in Tricht. Dit is een van de vele NL Doet ervaringen die u heeft gehad. Hoe heeft u dat ervaren, al deze deelnames aan NL Doet? Nou, heel mooi. Om te beginnen kom je echt bij een groep die al gevormd is. Die gaat wel iets doen. En dan komen wij als het verrassing, als meehelpers. Dus die eerste paar minuten moet iedereen een beetje bijkomen. Maar dan, ja, daarnaast gaat het echt enorm vanzelf. En iedereen is mee betrokken. En iedereen is toch geïnteresseerd dat het goed gebeurt. En dat vind ik ook heel fijn. Het lijkt bijzonder ook om te zien hoeveel deelnemers er elk jaar zijn. Hè? Want het is, Nederland heeft natuurlijk, dat moeten we niet vergeten, het hoogste percentage ongeveer van vrijwilligers. Zeker in Europa. Ja. Dus we hebben al heel veel Nederlanders die al regelmatig aan vrijwilligerswerk doen. En dan op NL Doet nog tegen 1,5 miljoen extra mensen die binnen het Koninkrijk, want laten we de Cariben ook niet vergeten, iets opknappen. En wat ik het leuke eraan vind, ook dus in dit filmpje gewoon een beetje kletsen met mensen, hun achtergronden uitvinden. Terwijl je gewoon allemaal op die vloer zit te schilderen, ben je allemaal gelijk. En dan komen er hele leuke gesprekken ook naar buiten op dat moment. Ja. Ja. Nou, naast al deze NL Doet activiteiten die u al die jaren heeft gedaan, heeft u in totaal al meer dan 200 projecten van het Oranje Fonds bezocht. Het Perenproject won afgelopen jaar zelfs een appeltje van Oranje. Hier helpt de prinses plukken en krijgt ze uitleg over het wel en wee van de perenbomen. Kunt u zich toch nog herinneren? Ja, ja, een heel bijzonder project. Het gaat dat initiatieven zijn, burgerinitiatieven, die toch de mensen bij elkaar brengen en die laten iets beters voor hun buurt of voor elkaar. Hè. En soms gaat het om dat je heel bijzonder historische perenbomen hebt op je straat. En iemand moet het onderhouden. En wat doen we met die peren die alsmaar vallen? En er zijn een paar mensen die hiermee begonnen zijn. Nou, zullen we toch iets nog beters van maken. En iedereen doet mee. En ja, het is wel heel mooi. Door iets bijzonders die voor heel veel mensen leek een last te zijn. Toch wordt het echt omgevormd. Het iets die door iedereen wordt gedeeld. En het wordt het centrum van het hart van de buurt. Ja. U heeft ook zo'n prachtig project bezocht. Ja, meerdere uiteraard. Dit is een dorpshuis. Het dorpshuis is financieel mogelijk gemaakt door het Oranje Fonds. De prins bezoekt het dorpshuis als beschermheer van dat fonds. Voor de inwoners van het kleine dorp is het koninklijk bezoek erg bijzonder. Herinnert u zich dit nog? Nou, wat ik me hiervan kan herinneren is dat er een heel oud dorpshuis was. En wat eigenlijk een beetje in verval was geraakt. Allemaal verschillende verenigingen die niet echt samenwerkten. En er was een mogelijkheid om een nieuw dorpshuis te maken. Maar wel, er moesten al die verenigingen samen gaan werken. Zodat het optimaal benut zou worden. En daardoor heb je verschillende generaties, verschillende doelgroepen die echt met elkaar samen aan het werken zijn. En in dat dorp echt gewoon een hele belangrijke ontmoetingsplek is geworden. Ja. En dat is het hele mooie van dit project. Ja. We laten al die beelden natuurlijk ook zo ontzettend confronterend zien dat in de afgelopen periode met corona dit soort ontmoetingen zo ingewikkeld geworden zijn of helemaal niet kunnen plaatsvinden.
Wat hebt u daarvan gemerkt de afgelopen tijd als het gaat om dit soort projecten? We hebben natuurlijk binnen het Oranje Fonds wel projecten bezocht, virtueel, maar dat kan nooit echt een vervanging zijn voor het echt ontmoeten van mensen. Dus ik vind het fantastisch om te zien hoe het Oranje Fonds heel snel omgeschakeld is en echt ook een wezenlijke rol heeft kunnen spelen in de coronatijd. En op de nieuwe behoeftes ingegaan van verschillende projecten van verschillende mensen. Wij mensen zijn in principe toch kuddedieren. We willen elkaar toch wel blijven zien. Ik denk dat iedereen gewoon enorm naar verlangt fysiek echt bij elkaar te komen. 20 jaar geleden ook niet kunnen voorzien dat we in de situatie zitten waar we nu in zitten. Maar misschien zou je wel kunnen zeggen dat de doelstelling van het Oranje Fonds vandaag meer nodig is dan ooit. Als je ziet wat de coronapandemie ook aan eenzaamheid en ook mentale problemen en het gevoel van niet alleen voor staan, dat heel belangrijk is nu. Nou ja, absoluut. Het was belangrijk 2 jaar geleden en het is nog belangrijker vandaag. En ik denk dat wij moeten. Het is digitaal vervangt het fysiek niet. En ik denk dat we moeten elkaar weer gaan ontmoeten. En er zullen zeker sommige veranderingen die niet meer echt. Die zullen wel voor altijd zijn. Dus we moeten ook nog creatiever zijn om die brug weer te slaan. Je ziet ook dat zo'n 3/4 van de Nederlandse bevolking zich hier zorgen om maakt. Dus er is, denk ik, ook heel veel draagvlak om de schouders eronder te zetten. De schouders eronder, dat doen ze ook in het Groningse Oostwold. Dat was ooit een krimpdorp met steeds minder voorzieningen, maar dankzij een bewonersinitiatief voor een multifunctioneel dorpshuis is het nu een populair groeidorp. Henriette van Adrichem, jij bent de beheerder van het dorpshuis De Gavenborg. En Domien Meijer, jij bent bezoeker en vrijwilliger daar. Ja, zeker. Henriette, De Gavenborg, daar komt echt alles samen. Er zit een basisschool in, een winkel, je kunt er sporten, je kunt er samen eten. Ja, wat kun je er eigenlijk niet? Ja, wat kun je er niet? Er is weinig wat niet kan bij ons. We hebben nog een kleine bibliotheek waar mensen hun eigen boeken heen kunnen brengen en weer andere boeken kunnen ophalen. Kinderen komen er, ouderen, ze gaan samen sporten, ze doen leuke dingen samen. Iedereen komt samen bij ons. Ja, want wat betekent De Gavenborg voor de inwoners van Oostwold? Zonder De Gavenborg was er geen Oostwold meer, denk ik. Het is een heel belangrijke functie. Iedereen komt bij ons samen, iedereen ontmoet elkaar bij De Gavenborg. Mensen brengen kinderen naar school, doen even een boodschapje, maar ze komen ook even kletsen, ze ontmoeten elkaar. Nou, dat geeft heel veel betrokkenheid, het hele dorp, ja. Hoeveel mensen wonen er in Oostwold? Nog geen 700. En die zijn dus met z'n allen altijd samen te vinden in De Gavenborg? In De Gavenborg, ja. Domien, jij bent een van die mensen die er vaak is. En je bent ook altijd wel in voor een feestje, heb ik begrepen. Ja, zeker. Want een van de dingen die heel belangrijk is het jaarlijkse dorpfeest. Je zit in de feestcommissie en dan zijn jullie maar liefst 3 dagen met het hele dorp in touw. Ja. Wat brengt het teweeg? We zijn inderdaad van de activiteitencommissie. En ze noemen dat ook inderdaad wel de feestcommissie. En het dorpsfeest, dat is 3 dagen. En wordt door sponsoren geregeld eigenlijk. En wij regelen het en het wordt gefinancierd door de sponsoren. En dat begint eigenlijk met donderdagavond met een pubquiz. Dat is eigenlijk dat is echt heel erg leuk. Er zijn veel mensen die daar komen. Volgens mij was dit jaar wel bijna een record met 140 mensen. Dan hebben we s'avonds nog volleybalwedstrijden, allemaal straten tegen elkaar aan en die strijden tegen elkaar. En we hebben een disco nog op vrijdagavond erna en op zaterdag gaat het feest gewoon weer door. En zaterdag s'avonds hebben we een band, s'middags hebben we nog wat activiteiten. Wat een programma, tussendoor. Joh! Ja, zeker. Superleuk, ja. En dan komt het hele dorp samen eigenlijk en dat probeer je eigenlijk. Ja, want is er dan een bepaalde. Wat ervaar je dan? Is dat verbondenheid? Is dat ja, zeker. Hoe kan je dat omschrijven? Ja, je probeert als activiteitencommissie dan ook te zorgen voor jong en oud om iets te organiseren. En dan zorg je dus ook eigenlijk dat het hele dorp samenkomt. En persoonlijk heb je er ook iets aan overgehouden, heb ik begrepen. Persoonlijk heb ik er iets aan overgehouden, ja. Ik zit in de activiteitencommissie, dat doen we met 10 leden. Nou, en daar ontstaan ook gewoon hele mooie vriendschappen, ontstaan er weer door. En ook in het dorp zelf heel veel meer contacten gekregen. En dat is echt heel gezellig geworden. Klinkt heel erg leuk. Ja. Ik ga er eens een keer langs daar in Oostwold. Zeker. We hebben binnenkort carnaval, dus misschien kijk, is dat een idee. Nou, daar gaan we nog steeds voor. Daar moeten we nog afwachten. Maar je bent welkom.
Klinkt heel goed. Henriette, in 2016 wonnen jullie een appeltje. Een appeltje van Oranje natuurlijk. Ja. Hoe kijk je terug op dat moment? Nou, dat was echt magisch. Hoe vet is dat? Dat je zo'n klein dorp bent en met het hele dorp eigenlijk zoiets moois neerzet. En dan, je bent allemaal zo trots op dat het is gelukt en dat het er staat. En dan krijg je een appeltje. En ja, dat is gewoon echt de kroon op het werk. Ja, weet je nog wat ze toen hebben gezegd over jullie? Over de Gravenborg? Wat was de reden dat jullie hem wonnen? De reden was dat wij het kleine dorp leefbaar houden en dat we het echt samen zelf doen. We doen het met elkaar. Dus het is niet één persoon die een initiatief neemt. We zetten met z'n allen de schouders eronder. En die verbintenis die heeft ervoor gezorgd dat wij het dorp leefbaar houden. En een groeidorp zijn geworden inmiddels. Ja, want hoe is dat precies, hoe is dat gegaan? Nou, dat is best een heel lang verhaal. De korte versie. Er waren 26 verenigingen. Die moesten allemaal dezelfde kant op wijzen. Dat is allemaal gelukt. En toen hebben we allemaal werkgroepjes gevormd. En iedereen heeft een onderdeel van de Gravenborg. Hebben ze meegeholpen te bedenken. De een heeft meegeholpen met het interieur. De ander heeft meegeholpen met de architect. Hoe gaat het eruit zien? Welke functies willen we? Dus zo hebben we met z'n allen allemaal kleine werkgroepjes gemaakt. En uiteindelijk staat er gewoon zo'n vet gaaf gebouw. Wauw, echt heel knap. Ja. Heel mooi. En Domien, ja, ik wil toch nog even terug naar dat dorpsfeest. Hè? Ja. Zijn jullie er ook al nu mee bezig? Of is het nu eerst carnaval en dan komt dat later? Hoe werkt dat? Nou, we beginnen nu al wel weer met bands. We gaan weer een nieuwe band zoeken. En dat vinden we ook altijd heel erg leuk om te doen. Daar maken we ook gewoon een happening altijd van. En dus met ons groepje gaan we alweer op pad. En dan gaan we weer 2 of 3 verschillende bands bezoeken. Elk jaar is dat een andere band? Ja, zeker. Ja, we willen elke keer een andere band, ja. En dus zijn we heel actief naar op zoek. Ja, dus mocht er nog een hele mooie band zijn, kunnen ze zich altijd aanmelden bij ons. Heel goed om te horen. Ja, ik vond het superleuk om zo jullie inspirerende verhaal hier te horen. En ik denk dat de mensen thuis het ook heel leuk vinden om zo te horen wat jullie allemaal hebben bereikt. Ja. Dank jullie wel. Ook bedankt. Dankjewel. Een van de bekendste initiatieven van het Oranje Fonds is Burendag. De dag is ontstaan vanuit de gedachte dat buurten gezelliger, socialer en veiliger worden als buren elkaar kennen. Logisch toch? Douwe Egberts begon ermee in 2006. En sinds 2008 wordt Burendag mede georganiseerd door het Oranje Fonds. Twee generaties helpen elkaar. Heel veel mensen kennen elkaar niet of hebben elkaar heel lang niet gezien. Mensen die weduwe geworden zijn en die komen dus alleen te staan. En vooral in deze tijd waar je elkaar niet kon ontmoeten. Wat er dan gebeurt tussen de buren onderling, daar ga ik bijna voor vol schieten. Omdat ik het ze gun, ja. Yay! Burendag 2021 is geopend. Goed dat jullie allemaal bij zijn. Wij hebben geholpen met het organiseren van de Burendag. We hebben de hele buurt uitgenodigd met briefjes door de brievenbus. En dan is het gewoon superleuk als iedereen dan zeg maar komt. Ik ben net nieuw in deze buurt en ik kende hier nog maar heel weinig mensen. Ook als je ouder wordt. Je hebt wel eens hulp nodig. Ik ben moeder van 4 kinderen en soms voel ik mij ook wel eens alleen. En dan is het heel fijn als je iemand naast je hebt wonen waar je toch even bij kan aankloppen. Ja, het geeft toch een soort van veilig gevoel dat je je buren kent. Als je de hulp dichtbij hebt, ja, hoe fijn is dat? Het is inmiddels een drukte van belang op onze Zoom-wall. Steeds meer mensen melden zich aan en er zijn ook meer mensen dan op die schermen passen. Dus wat we doen, af en toe wisselen we van schermen zodat iedereen aan bod komt. Voor nu ben ik even op zoek naar Suzanne Verboon van Hof van Zegwaard. Suzanne, ja, daar ben je. Hier ben ik. Je bent vrijwilliger bij een perenboomgaardproject in Zoetermeer. En jullie doen elk jaar mee aan Enel Doet. Wat gebeurt er dan precies in deze perenboomgaard? Wij hebben als buurtcollectief een oude perenboomgaard geadopteerd. De grond is van de gemeente. De boomgaard was helemaal verwaarloosd. En wij hebben daar een hele gezellige tuin van gemaakt, waarin allerlei activiteiten plaatsvinden. En natuurlijk ook peren geplukt worden. En dat doe jij dan, peren plukken? Nou, ik doe onder andere peren plukken. En wat levert zo'n Enel Doet dagje nou op als vrijwilliger? En al doen we nog veel meer. Dan gaan we geen peren plukken, want dat is, bloeien de perenbomen nog niet eens. Maar op Enel Doet, dan gaan wij de buurtuin klaarmaken voor het seizoen. En dit jaar hebben we de vogels en de bijen centraal staan. En gaan we vogelhuisjes ophangen. En we gaan ook
voor de grondbijen speciale dingen maken, zodat ze nestelplaatsen krijgen. En hoeveel mensen doen dan mee bij jullie, ongeveer? We hebben standaard een groep van meer dan 100 vrijwilligers die soms heel vaak bij ons werken. En NL Doet doen er meestal zo'n man of 40 mee. Nou, misschien wel even goed om te vermelden dat NL Doet dit jaar plaatsvindt op 11 en 12 maart. Dus misschien is het ook, Suzanne, goed om te vermelden dat als jij je nou ook graag wil aanmelden als vrijwilliger, of je wil misschien als stichting of vereniging een activiteit aanmelden, dan kan dat via oranjefonds.nl. En ik zag, Lisette, dat er inmiddels al meer dan 4000 activiteiten zijn om uit te kiezen. Dus er is altijd wel eentje bij jou in de buurt. Dus bijvoorbeeld ook bij Suzanne. En ik kan uit eigen ervaring zeggen dat het inderdaad helemaal te gek is om samen met elkaar even de handen uit de mouwen te steken en de projecten te helpen. Dus zoek een activiteit op die bij je past en meld je snel aan op oranjefonds.nl. 1, 2, 3. No one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. And whenever there before, I'll be there for you. Because you're there for me too. I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before, I'll be there for you. 'Cause you're there for me too. Ja, heerlijk. Een echte huisband. Bedankt, Drieman. We gaan weer terug naar Huis ten Bosch om verder te praten met de koning en de koningin. Het tweede thema dat we met u willen bespreken gaat over gelijke kansen. Ook in Nederland heeft niet iedereen gelijke kansen. Het kan al komen door een achterstand met taal of door het leven in armoede. En u hebt ook veel projecten bezocht die daarover gingen. En nou, misschien dat u daar iets van bijgebleven is in de afgelopen jaren. Ja, veel. We zijn best lang geleden al in zo'n programma begonnen. Die heet Kansen voor Jongeren. Juist om dat te adresseren. Dus heel veel jongeren die toch wel, waar thuis niet zo goed gaat. Waar echt een taalachterstand, waarbij je uiteindelijk ook wiskunde niet kunnen. Soms de thuissituatie niet echt zo is dat ze echt goed kunnen studeren. Dat er niemand hen helpt met huiswerk. Dat is juist heel belangrijk om toch wel een helpende hand te hebben. En dat was het hele programma van Kansen voor Jongeren. Wat geeft u hoop als u dit soort projecten ziet? Het is heel mooi om te horen dat echt de jongeren die dachten dat ze echt niks konden. Hè? Want dat gaat het af en toe iedereen zegt dat ik niks kan. En uiteindelijk na zo'n proces, ja, die hebben gewoon talenten, die onderkennen ze en dan kunnen ze dat ontwikkelen. En dat leidt tot een diploma, een startkwalificatie, werk en vrede met zijn eigen leven. Nou, het is heel mooi om te zien. Dit speelt zeker ook op de Cariben, denk ik. Het speelt ook op de Cariben natuurlijk ook. Ja, wat ik daar nog van kan herinneren is inderdaad de vrouw die het gezakt is, zelf als meisje ervaringsdeskundige is. Dus dat ze geleerd heeft dat je met expressie ook dingen kan bereiken. Dus kunst en cultuur, dat hoe belangrijk het is om zelf creatief bezig te zijn. En dat gebruikt zij om andere jongeren die misschien wat problemen hebben met de reguliere manier van leren, op school, in de klas, wel zelfbewustzijn te geven en een duwtje in de rug om een goede plek in de maatschappij te krijgen. En de sfeer die daar heerste en de dankbaarheid van al die jongeren die de kans kregen om via deze route toch een rol van betekenis te spelen in de maatschappij, kan ik me nog heel goed herinneren. Soms deze jongeren, als ze echt niet goed doen op school en ze hebben misschien gedragsproblemen, het is altijd van je doet het niet goed, hè? Alles is niet. Nou, slecht. Ja. En op een gegeven moment kom je in zo'n plek en dan krijg je positieve feedback. En dat is zo belangrijk voor.
begint ook heel vaak bij vertrouwen natuurlijk. Elkaar kunnen vertrouwen. En dan kun je ook weer bouwen. En dat laten die projecten ook, ook wel zien. Ja. We konden bijna niet kiezen uit alle fragmenten. Maar we hebben nog een prachtig fragment van een project. Op naar het theater, waar regelmatig uitvoeringen zijn van workshops die de stichting aanbiedt. Veel geoefend, veel generale repetities gehad. Ja. Ja. Nou, het ging fantastisch. Ik heb de problemen niet gezien. Het was bijzonder ook. Ja, het was een... geweldige organisatie die juist gewoon echt asielzoeken kinderen echt toch probeert te helpen en toch ja te helpen in de maatschappij te komen. En je spreekt de taal niet, echt, de cultuur is een beetje anders, gewoontes zijn anders en iets dat wel echt bij elkaar brengt is muziek en dans en dat is echt geweldige expressievormen. Het was een mix van niet-Nederlandse en Nederlandse kinderen die toch elkaar vonden daarin. Ja, dat is het begin van een relatie en vanaf daar kan je wel bouwen, maar anders is het heel moeilijk om die relatie te beginnen. Het was een heel prachtig project. Muziek verbindt ook. Ja, zeker. Stel, je bent jong en je droomt van een mooie toekomst, maar het pakt anders uit. Bijvoorbeeld omdat het thuis niet lekker loopt of als er schulden zijn. Wie helpt je dan om de draad weer op te pakken? Een stichting die zich daar in Almere voor inzet is Learn to Work. Jongeren van al 17 jaar die zijn uitgevallen, worden met allerlei vormen van ondersteuning weer op weg geholpen naar een baan of een opleiding. Van hen is Nikwa en Jolle. Welkom. Heel leuk dat je er bent. Dank u wel. En ook Danielle Lanzaat is hier. Jij bent de coach van Shanique en ook projectleider bij Learn to Work. Ja. Shanique, je hebt nogal wat meegemaakt in je leven. Je hebt voor je gevoel eigenlijk altijd te horen gekregen dat je het niet kon. Ja, terwijl je zo graag naar het ROC wilde. Ja, klopt. Maar gisteren was een hele belangrijke dag voor je. Ja. Vertel eens, wat heb je gisteren gedaan? Gisteren ben ik eigenlijk begonnen op het ROC zorgenwelzijn niveau 2. Dus het is gelukt? Dat is wat ik heb gedaan, ja. Hoe was het? Hoe was je eerste dag? Het was hartstikke leuk. Het was leerzaam. En ik had eigenlijk gewoon niet verwacht dat ik... Ik had het wel verwacht, maar ik had aan de andere kant had ik het ook niet verwacht dat ik überhaupt daar terecht zou komen. Omdat er best wel veel negatieve dingen waren uitgesproken. En... ik het af en toe ook wat tot me nam. Maar op een gegeven moment heb ik gewoon de knop omgedraaid. En heb ik zoiets van, ik laat jullie het tegendeel zien. Ik laat jullie zien dat ik het wel kan. En ik heb het bereikt. Mag je heel erg trots op zijn. Dank je wel. En je zegt, het was heel leerzaam. Wat heb je gisteren bijvoorbeeld al geleerd? Nou, gisteren heb ik gewoon meer geleerd van... dat je, zeg maar, dat je als klas... dat er verschillende mensen in jouw klas zitten, alles... En dat het niet uitmaakt wat voor route of waar je vandaan komt of iets. We zijn klasgenoten, we horen elkaar te stimuleren. We horen aan elkaar te trekken, we horen elkaar op te trekken op het moment dat we neergaan. En op het moment dat het gewoon even niet meer gaat. En dat wel een beetje. Dat vind ik een hele grote les voor de eerste dag. Danielle, ja. Dit moet voor jou ook geweldig zijn. Ja, dit is natuurlijk waar we een jaar lang naartoe werken. En dan is het prachtig als ze uitstroomt. En daar zit ze dan nu. En nu gaan we nog een jaar verder in het nazorgtraject samen. Zodat ze ook duurzaam uitstroomt. Maar daar heb ik alle vertrouwen in. En ik ben enorm trots op haar, want ze heeft best wel wat meegemaakt. Ja, want even naar de basis. Learn to work. Ja. Wat doen jullie precies? We zijn een leerwerktraject voor jongeren. Die zijn uitgevallen op school. Of niet aan het werk komen. Eén van de twee eigenlijk. En hoe helpen jullie die jongeren dan? Middels een traject op maat. En daar bereiden we ze eigenlijk voor op hun terugkeer naar school of naar werk. Dat is wat we doen in het kort. En hoe ging dat dan bij Shanique? Hoe werkt dat dan precies? Nou ja, eigenlijk vlak voordat haar nader intake is haar moeder overleden. Dus vlak voor de start. Ja. Enorm heftig. Jemen. Toch een start. Hele moeizame start gehad. Maar met de steun eigenlijk van iedereen om haar heen. Heeft ze het opgepakt en doorgezet. Dat is echt heel knap. Dat geeft ook aan hoe sterk ze is. En we zijn heel langzaam gaan kijken van... nou, wat zijn nou je leerdoelen? Waar moet je aan werken? En nou ja, hoe kun je uitstromen? Nou, te laat komen was een ding. Dus, iedere dag te laat komen.
Nou ja, en ook wel van, goh, ja maar, en ik ga niet meedoen. Nou, daar gaan we dan samen aan werken. Van, nou, haal die ja maar er nou eens af. En toen ging ze het op een gegeven moment doen. En toen heb ik nog wel even 2 maanden voor de start, heb ik echt gezegd, nou, dat op tijd komen is echt belangrijk. En toen heeft ze de knop omgezet. En ik zei vandaag in de trein, wat zal jouw moeder trots zijn op je? Nou, dat is waarvoor ik het doe. Dat is het mooiste resultaat. En daarvoor heb ik dit vak gekozen. Ja. Mooi. Mooi om te horen. En ik kan me inderdaad voorstellen dat het heel lastig moet zijn om zo hard je best te doen. Terwijl degene die heel belangrijk voor je was, er niet was. Dus ik vind het extra knap dat jou is gelukt. Dank je wel. Heel erg goed. Danielle, Shaniqua is een van de 50 jongeren die jullie per jaar begeleiden. En het overgrote deel weet de draad daarna weer op te pakken. Klopt. Waarom is het zo belangrijk om jongeren met afstand tot school en werk te steunen? Nou ja, iedereen heeft recht op scholing en op perspectief. En ik vind iedereen verdient een tweede kans. En als ik kijk naar deze doelgroep, verdienen ze echt die tweede kans. En nou ja, je ziet, hè, het kan iedereen gebeuren dat je om een reden uitvalt. En het is heel divers waarop jongeren uitvallen. En sommige jongeren leven in armoede al op. Nou ja, dan heb je al een achterstand. Nou, wij vinden het belangrijk om jongeren daarin te ondersteunen en te begeleiden. Nou ja, en we hebben maandag gehoord via de impactmeting dat 80% positief uitstroomt. Wauw. En we kregen een 8,3 van de jongeren. Dat wil ik toch even... Wauw, wat een prachtig resultaat. Ja, dat. Jammer dat hij geen publiek is, hè? Anders zou ik zeggen, jongens, applaus. Inderdaad, ja. Geweldig goed. Ja, daar ben ik super trots op. En dat is waarvoor je het doet. Ja, oh, ik zie hier nu allemaal handjes trouwens. De mensen hier op de schermen, die klappen wel mee. Dat vind ik dan toch wel echt heel leuk. Ja, precies, applaus. Shaniqua, nog even in naar jou. Als jij zou moeten omschrijven wat Learn to Work voor jou heeft gedaan, wat is dan het belangrijkste waarvan je zegt, dat heb ik echt geleerd? Nou, ze hebben me gewoon echt geholpen om mijn doel uiteindelijk te bereiken. En ja, ze hebben me eigenlijk gewoon echt heel erg goed geholpen, goed ondersteund. Daar waarbij het nodig was, daar waarbij ik het even niet meer zag zitten, zeg maar. Hoe deed ze dat dan? Wat deed ze dan? Gewoon door bijvoorbeeld te zeggen van, Shaniqua, datgene wat je nu doet, je kan zo niet verder gaan. Als je naar het ROC toe wilt gaan, ga je het echt anders moeten aanpakken. En dat maakt dat ik een knopje heb om kunnen draaien. En zoiets heb gehad van, weet je wat, ze hebben eigenlijk wel gelijk. Laat me het gewoon doen. Laat me het gewoon tegendeel bewijzen dat ik het wel kan. Nou, en dat kunnen we wel zeggen, want je bent gisteren voor het eerst naar het ROC geweest. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat je nog meer van plan bent, want je bent nu pas net begonnen. Waar droom je van? Pedagogisch medewerkster. Dat is wat ik wil worden uiteindelijk. Wauw. En hoe lang duurt je opleiding? 2 jaar. Het kan 1,5 jaar duren, 1,5 tot 2 jaar. Ja. Ja. Met trots. Ja, trots. Dat is volgens mij echt een hele goede samenvatting van dit gesprek. Dank jullie wel, Shaniqua Anjole en ook Danielle Lozaat. Super fijn dat jullie er waren vandaag. Ja. Graag gedaan, leuk. Dan gaan we nu weer even naar Curaçao, waar het project Tour Taconta, oftewel iedereen telt. En daar is Noraya Godfried, dat is de projectleider met een aantal van haar jongeren. Dag Noraya, en ja, nu zou ik jullie natuurlijk heel graag in het papiermens begroeten, maar dat is niet helemaal meer wat het is geweest. Dus Lisette heeft me net achter de schermen een beetje geholpen, dus daar komt ie. Bon tardi Turinde, Turcos bon! Noraya, de vrijwilligers die bij jullie werken, die geven kinderen van de bovenbouw in het basisonderwijs extra hulp met rekenen. Kun je mij vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat? Jazeker. Ze stellen allemaal 1 uur per week beschikbaar. En dan gaan ze dus naar school om een leerling voor 1 uur te helpen met de begeleiding voor rekenen en wiskunde. En dan gaat het dan met name om leerlingen uit groep 6, 7 en 8. En elke tutor die geeft dan persoonlijk aandacht aan een leerling. Dus niet 2 of 3 leerlingen tegelijk. 1 leerling per tutor. En gaat dat dan gebeurt het hele schooljaar. En gaat het dan echt om het rekenen? Het gaat om het rekenen, maar om te kunnen rekenen heb je een goede band nodig met elkaar. Want natuurlijk, wat er mist, normaal gesproken, een beetje extra aandacht. Dus dat waar wij meer nadruk op leggen natuurlijk, bij het uitkiezen van onze tutoren, is de tutoren die eigenlijk een groot hart hebben voor kinderen die willing zijn om band te vormen met een leerling, om dat vertrouwensband
op te bouwen, zodat je dan kunt werken aan de context en dan volgt het rekenen vanzelf wel. Kijk, heel mooi. Dus eigenlijk rekenen als middel en niet als doel, toch? Just about, zo is dat. Heel goed. Dat heb je goed. En even aan die daar mooi daarachter staan opgesteld, vinden jullie dit allemaal leuk? Ja. Ja, heel goed. En jullie zijn ook helemaal mooi in het oranje gekleed. Nou, ik wil je de koning en de koningin. Heel goed. En het oranje. Mooi. Ik heel veel groeten daar aan iedereen van Tour Ta Conta. En dan zeg ik, geloof ik, toch Lisette, ajo! Ajo! Soul are not in sync, and they scream your thoughts are foolish and kill. I don't know who I am anymore. I don't know through all our capacity to the right, the earth should do we will as black human lives. I don't know who I am anymore. I'm anxious to lose sense of life, but you can't lose thoughts. You don't feel at night, it's no gap that knowledge can fill with lack of faith. Oh my head, this am the way of everything you say. My mind is in control by the stress. By distress, for all our capacity to the right, the earth to do evil and splat human lives. I don't know what we are anymore. I don't know. This evil something that lurks in the dark. And us all that lost our hearts. I just know this is not where I want to be. Oh my head, there's down the way of everything you say. In my mind is in control by distress, and I know. When I'm obsessed, when I'm obsessed. Dat was Jackie Wolf. Zij was deelnemer van het Maatjesproject van Perron 045, waarin jongeren die dreigen uit te vallen door een buddy worden geholpen om hun leven weer op de rails te krijgen. En zo te horen is dat heel, heel goed gelukt. Ik vond het prachtig. Bij het Oranje Fonds heet dat zorgen voor elkaar. En daar gaat ook het volgende deel van het gesprek met het beschermpaar over. Het derde thema is zorgen voor elkaar, waarbij vrijwilligers zorg aanbieden voor mensen die het nodig hebben. Het is een heel belangrijk aandachtsgebied voor het Oranje Fonds en het is eigenlijk de kern van ons werk. En daar hebben we dus ongelooflijk veel mooie fragmenten waar we uit hebben moeten kiezen. Het eerste fragment gaat over de lancering van onze maatjescampagne. Misschien is het wel leuk om te weten, als jullie dit eerder hebben gedaan, hebben jullie gewoon een band gehouden met die persoon dat jullie gewoon als maatjes hebben gehad. Zij is mijn eerste maatje, maar ik kan me niet voorstellen dat als ik niet haar maatje meer zou zijn, dat ik haar uit het oog zou verliezen. Dat kan ik me niet voorstellen. Ja. Maatjes gezocht. Precies. Ja. Onze eerste campagne. Ja, zo belangrijk dit maatje. Het is echt, wat ik zo mooi vind, dat het hele maatje, het is, je helpt niet alleen maar de persoon die het nodig heeft. Hè. Af en toe gaat het over een jongen die echt, wiens ouders aan het scheiden zijn met een vechtscheiding. Maar degene die andere deel die geeft, die eerste maatje, die is ook, als we hen spreken, die zeggen, ja, ik leer zoveel van en ik krijg zoveel voor terug. Hè. Dus het is... De wederkerigheid in alle maatjesprojecten is enorm. En dat vind ik echt zo inspirerend. Nou, inmiddels na deze lancering van een aantal jaar geleden zijn er al tienduizenden mensen maatje geworden via het maatjesplatform. Mm-hmm.
En die hebben dus allemaal een nieuwe relatie opgebouwd met een andere persoon. Dus het is natuurlijk wel heel prachtig dat zo'n lancering tot dit kan leiden. Ja, ja, mooi. Ja. Dat was wel heel bijzonder, dat de koning zei, mijn vader had ook Parkinson. Ja. Dus die was ook een soort ervaringsmaatje. Ja. Jullie zijn collega's. Die weet het heel naast. Zeg je? De koning weet het heel goed. Die weet hoe jij je voelt. Ja. Ja, ik heb nog ontzettend dierbare herinneringen aan dit project. En ik heb ook heel veel zelf van geleerd. Van dat kleine kinderen zelfs gewoon als mantelzorger dienen. Voor zieke ouders, zieke broertjes, zusjes. En hoe belangrijk het is dat ze er even een dag tussenuit kunnen. En kunnen praten met iemand die hetzelfde meegemaakt heeft. Ik vond het ik was echt aangedaan toen ik dit project bezocht had. Er zijn er in Nederland wel zo'n 4,5 miljoen mensen die mantelzorg verlenen. Daarbovenop ook nog eens zo'n 1,5-2 miljoen vrijwilligers in de zorg. Wat zegt dat over Nederland? Zoveel mensen die dit doen. Ja, mantelzorg is natuurlijk denk ik een heel erg Nederlands begrip. Ook dat we dat ook weer bijna geformaliseerd hebben. Ja. En toch weer terug te komen op de coronacrisis. Aan het begin van de crisis toch een beetje onzekerheid, toch wat angst was. Wat doet dat virus? Dat een heleboel mantelzorgers niet meer durfden te zorgen. Zeker. En dat ook een heleboel mensen dus die op dat moment even geen werk hadden of onzekerheid hadden, zich meteen ook aanboden om die mantelzorgers weer te vervangen in de straat. Ja. En dat is ook via het Oranjefonds gebeurd. En toch heel bijzonder te zien hoe belangrijk dat instituut in Nederland is. Hè, dus niet de professionele zorg, maar toch een hele belangrijke rol in de verzorging van de medemens speelt. Ja, het is af en toe wel moeilijk om verschil tussen vrijwilligers en professionele hulp. Ja. Hè? En waar begint een vrijwilliger, waar eindigt het en waar staat de professionele hulp? En het is heel mooi om te zien hoe elke project toch wel die balans altijd heel goed zoekt. Hè? Dus ik kan niet de jeugdzorg gewoon gaan vervangen, maar wat is dan wel mijn rol? En dat vind ik zo mooi, dat elke project met elke andere doelgroep toch wel heel veemazig die balans vindt tussen de professionele hulp en die vrijwilliger hulp. Eigenlijk dat het aanvullend is op elkaar. Ja, iets wat ook in het programma Vrijwillige Zorg van het Oranje Fonds heel duidelijk naar voren. En waar heel vaak natuurlijk ook de professionele hulp top is, maar een beperkt aantal uren per week of per dag aanwezig kan zijn. Ja. En dat juist deze vrijwilligers of mantelzorgers die daar actief in zijn, de rest van die tijd opvullen, waardoor die professionele zorg ook weet dat die persoon nooit alleen is. Ja. En dat zijn prachtige projecten. Ja. Elkaar. Bij Xtra Noah in Enschede doen ze dat door mensen met een psychische kwetsbaarheid in contact te brengen met ervaringsdeskundigen. Denise Bosma, jij bent ervaringsdeskundige en coördinator bij Xtra Noah. Raymond Hoekman, jij bent ervaringsdeskundige en vrijwilliger. Ja. Ook bij Xtra Noah natuurlijk. Denise, laat ik even bij jou beginnen. Jij kwam 14 jaar geleden als bezoeker bij Xtra Noah. Hoe vond je het toen om met een ervaringsdeskundige te praten in plaats van met hulpverleners? Nou ja, sterker nog, het was voor mij geen optie om toen met een hulpverlener te gaan praten. Ik had zo'n grote angst om opgesloten te worden, om niet begrepen te worden. Dus dat durfde ik helemaal niet. En het praten met een ervaringsdeskundige durfde ik wel. En dat heeft ook echt heel erg veel veranderd voor mij. Misschien wel alles. Om het begrip wat ik kreeg, om de herkenning, maar ook echt de hulp om beter te worden. Ja, want mag ik vragen waarmee je 14 jaar geleden bij Xtra Noah aanklopte? Ja, zeker. Ik klopte aan met een eetstoornis en een depressie. En later bleek dat dat eigenlijk gevolgen waren van de PTSS die ik op jonge leeftijd heb ontwikkeld. Maar dat wist ik toen allemaal nog niet. Vooral omdat ik al zo jong klachten kreeg, was het voor mij heel normaal om me zo te voelen. Nu weet ik dat het helemaal niet normaal was. Maar ook die ervaringsdeskundige heeft mij dat helpen inzien. En ben je toen daarna uiteindelijk alsnog met hulpverleners gaan praten? Ja, ja, ik ben echt ook door de andere mensen die ik daar sprak, die wel een vorm van behandeling hadden gehad, die vertelden me daarover. Ik had ook een heel verkeerd beeld van de hulpverlening. Toen ben ik toch hele specifieke therapieën aangegaan. Die mij hebben geholpen naast het contact met die ervaringsdeskundige. Die hebben me echt ondersteund. En naar het praktijkhuis kunnen gaan toen in Zutphen. En ook de mensen om me heen, belangrijke mensen om me heen die mij er doorheen hebben geholpen. Dat heeft me verder gebracht. Raymond, jij kwam in 2013 als bezoeker bij het praktijkhuis van Xtra Noah. Wat bracht jou daar?
2014 ben ik binnengekomen. Ik ben in 2013 naar een verslavingskliniek in Schotland geweest. Van daaruit heb ik nazorg gekregen van een psycholoog en die wees me op Xanoa. En daar ben ik toen binnengekomen. Voor het eerst nog behoorlijk onzeker, weinig zelfvertrouwen. Dus ik ben met een halve dag per keer begonnen. En toen langzamerhand de trainingen gedaan binnen Xanoa. En nu ben ik zo'n beetje drie dagen in de week vrijwilliger en probeer ik anderen te helpen. Wat een mooi verhaal. Ja, je, dus eigenlijk, maar dat traject op die manier dit heeft kunnen doen, zeg maar. Ja, nou, het is voor mezelf ook een mooie plek. Ik vind het fijn om andere mensen te helpen met de ervaring wat ik heb vanuit mijn alcohol- en drugsverleden. Maar het houdt mezelf ook scherp waar ik niet weer naar terug wil. Dus het is zowel voor mij als voor de mensen waar ik wat voor kan doen. Ja, is gewoon een hele fijne plek. En hoe ziet dat vrijwilligerswerk er dan uit? Heb je een aantal vaste mensen met wie je dan praat? Of hoe? Als vrijwilliger heb je een aantal deelnemers die je begeleidt. Daar maak je een zogenaamd begeleidingsplan mee. Dat is heel laagdrempelig. En dan probeer je te kijken wat voor doelen je kunt bereiken in de toekomst. Wat we ook af en toe proberen is dat je mensen adviseert naar een instelling buiten Xanoa. Bijvoorbeeld dat ze toch iets in de verslavingszorg is gaan kijken. En dat is, ik vind dat mooi om iemand dan te motiveren. Ik heb ook verslavingsgroepen gedaan binnen Xanoa. En dan is het gewoon heel mooi om te zien dat ik dan rondkijk. Dat je zelf soms in een bepaalde fase eigenlijk ziet zitten. En met de kennis wat ik nu heb, dat je daar dan toch aan bij kunt dragen. En dat je ziet waar je nu gekomen bent. Ja, ja. En ook als je kijkt naar wat Xanoa voor jou heeft gedaan, is dat dan ook dezelfde manier als waarop jij nu ook met de vrijwilligers werkt, of was dat een hele andere manier? Nee, ik denk dat dat dezelfde manier is. Het is een stukje, je wordt gehoord, je wordt serieus genomen en je krijgt de ruimte om binnen Xanoa ook te groeien. En dat is, was voor mij wel heel goed. Als ik kijk naar 5 jaar terug en hoe ik er nou in sta op de inloop, dan zit daar een groot verschil in. Denise, jij bent coördinator bij Xanoa. Hoe ziet de gemiddelde dag in het praktijkhuis eruit? Nou ja, die begint altijd met koffie. Ik zeg altijd, als je bij ons binnenkomt, vraag eerst of je koffie of thee wil. En dan gaan we verder. Mijn dagen zijn heel afwisselend. Ik werk in het praktijkhuis met de mensen. Maar door de jaren heen, ik werk al lang voor Xanoa. Ik heb de locatie in Enschede mogen opzetten. En wij doen ook heel veel beleidsmatige projecten. Dus dan zit ik met een bestuurder te praten, dan met een projectgroep, dan met een beleidsmaker. Dus al mijn dagen zijn anders en dat vind ik heel erg leuk. Maar wat ik altijd meeneem is mijn eigen ervaring, maar ook de ervaringen van de mensen die bij ons komen. Dus naast dat wij mensen zelf helpen met onze ervaring, proberen wij ook de zorg verder te helpen. Door wat voor mensen zijn het dan? Wie komen er zo al bij jullie? Verzin het en het komt binnen. Alle leeftijden, achtergronden, kwetsbaarheden, stoornissen. Mensen komen binnen gewoon omdat ze eenzaam zijn. Zien wij ook in de coronatijd, hebben we dat echt zien toenemen. Kunnen mensen komen wanneer ze willen? Ja, je hebt geen doorverwijzing of indicatie nodig. Je kan gewoon binnenlopen. En dat vinden we juist zo belangrijk, want ik durfde nergens heen. Laat staan dat ik bij een huisarts durfde te vragen om een doorverwijzing. En dat je gewoon kan aanbellen, dat vinden we zo belangrijk. En vanaf daar gaan we wel verder kijken. En dat vind ik nog steeds waardevol iets. Ik bedoel, ik ben inmiddels ook heel wat jaren verder. Ja. Maar als iemand bij ons binnenloopt en het is de eerste keer, ik vind het zo spannend. En zegt, dat vond ik toen ook. Nou, dan ben je al binnen, zeg maar. Dat is gewoon heel mooi. Ja, en het is ook vaak de herkenning wat je bij elkaar vindt. Dat je hebt een heel breed palet aan achtergronden. Maar toch zie je ook heel veel overeenkomsten. Ja. Dat ik kan bijvoorbeeld met mijn alcoholverslaving heel goed een gesprek hebben met iemand wat ook bijvoorbeeld een eetstoornis heeft. Omdat daar heel veel overeenkomsten in zijn. En ook wat depressie betreft, of het gevoel van machteloosheid. Dan bij mensen die met een depressie kampen, dan zie je bij elkaar heel veel overeenkomsten, een stukje herkenning. En zo help je eigenlijk elkaar binnen Xanoa. Dat vind ik er heel mooi aan. Ja. Mooi. Denise, eigenlijk, wat heeft werken bij Xanoa jou persoonlijk geleerd? Want het is eigenlijk, dat vertelde jij net heel mooi. Ja, ontzettend veel. Ik ben natuurlijk zelf heel erg geholpen, puur door de inloop en die ervaringsdeskundigen. Maar ik heb mijn eigen talenten eigenlijk wel mogen ontwikkelen. Ik heb heel veel interesse in dat beleidsmatige en heb ik heel veel in mogen doen. Dat vind ik echt heel erg mooi. En dat ik ook met de rugzak die ik heb,
toch een manier heb gevonden om in mijn werk hele mooie dingen te kunnen doen, passend bij mij. En waar ik anderen dan ook nog eens heel erg veel verder mee help. Dus ja, dat is gewoon prachtig. En dat kunnen we ook aan al onze vrijwilligers bieden. En dat vind ik ook zo mooi. Ja, prachtig. Ik sta Noa betekent ik sta nieuw. Ja, als ik jullie zo zie, dan is dat heel erg van toepassing. Dank jullie wel voor jullie openheid en jullie mooie verhaal. Ja. Bedankt. Ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van het Oranje Fonds is er vandaag ook een campagne gestart onder de titel 20 jaar ertoe doen. Daarin worden verhalen verteld over mensen die betrokken zijn bij één van de initiatieven bij het Oranje Fonds en die het Oranje Fonds steunt. En ze worden letterlijk geportretteerd, larger than life, op een muur bij hen in de buurt. Laten we gaan kijken. Het Oranje Fonds presenteert 20 jaar ertoe doen. Mensen als Mary, Nancy en Gerard, ze voelen weer dat ze ertoe doen. Dat ze gezien worden. In moeilijke tijden kun je dat gevoel verliezen. Maar zij vonden het terug. Met steun van een sociaal initiatief. Het Oranje Fonds versterkt en verbindt sociale initiatieven en mensen. Al 20 jaar. Waar het maar kan. En dat blijven we doen. Zodat niemand er alleen voor staat. En iedereen mee kan doen. 20 jaar Oranje Fonds. 20 jaar ertoe doen. Vind 20 inspirerende verhalen uit 20 jaar ertoe doen in de Oranje Fondsstraat. En hier bij mij zijn drie van de hoofdrolspelers uit de video. Luciana en Jona van de Jets Foundation en Henriette van de Gravenborg. Henriette, je hebt natuurlijk net al uitgebreid bij Lisette aan tafel gezeten. En je zou je eigenlijk zetten bij Dirk Veenstra, een dorpsbewoner. En hij is levensgroot geportretteerd bij het dorpshuis. Is daar ook echt van ontroerd geraakt. Ik zou je toch willen vragen, waarom denk je dat het hem zo ontroerde? Nou, ik denk dat het hem zo ontroerde dat hij zichzelf in ieder geval zo groot op de gevel zag staan. Maar daarnaast ook dat hij kon zien hoe hij gewaardeerd werd. Het wordt nu echt tot uiting gebracht. Hij ziet nu zoveel waardering voor hem. En je spreekt dat uit en je hebt het er met elkaar over hoe belangrijk hij is voor de Gravenborg, voor het dorp Oostwold, voor heel veel mensen. Maar door hem zo groot te portretteren, ja dan... Je kan er niet omheen. Hij doet het toe. En iedereen mag het zien. Ja, had hij het dan niet door? Want hij kan hier trouwens niet bij zijn vanwege gezondheidsredenen. Dus dat is heel erg jammer. Maar ja. Wat precies denk je dat hem zo raakt op dat moment? Had hij niet die waardering voor hemzelf op dat moment? Nou, hij wist wel dat hij gewaardeerd werd en wordt. En dat hij belangrijk is voor het dorp. Maar dat het zo zichtbaar wordt voor iedereen. En nou, hij wil graag wat op de achtergrond blijven. Hij hoeft niet zo groot in beeld te zijn en ja, nu kan niemand er meer omheen. Dirk is belangrijk en hij doet het toe. Dus ja. Hij staat heel groot op onze gevel. Nou, het goede nieuws is wel, hij is, nou ja, hij is helaas hier niet vanavond, maar we hebben wel contact met Dirk via de Zoomwall. Even kijken of hij ook connectie kan maken. Hallo Dirk. Hallo. Ja hoor. Nee, is die... Ja zeker. Oh, ik zit er heel... recht voor hoor. We kunnen u heel goed horen en zien. Oké. Mag ik u vragen, hoe vond u het om zo geportretteerd te worden? Nou, ik schrok eerst natuurlijk wel. Ik had natuurlijk wel in de gaten dat er dus allemaal iets gaande was. Dat ging de hele morgen al. En op een gegeven moment, toen mocht ik dus niet meer naar buiten. En alleen Harriet, die mocht wel naar buiten. Ik denk, oh, hier is wat aan de hand. Dus op een gegeven moment toen werd Harriet werd geïnterviewd en toen was dat klaar en toen werd mij gevraagd om ook eventjes te komen. Nou ja, en dan kom je daarvoor een schilderij te staan, ja dan schrik je. Ja dan schrik je echt. Ik wou me zeggen, als het dan een schilderij is van 1x1, dan zeg ik oké. Maar dit was één, daar kon je dus niet omheen eigenlijk. Als je die op het dam zet, kan er geen auto meer langs. Zo, maar wat dacht u toen u uzelf voor het eerst zag? Wat een knappe vent? Nee, absoluut niet. Ik ben niet fotogeniek, zeg ik altijd. Dus de schilder die kon er ook niet meer van maken als dat erop stond. Nou, maar hij is prachtig geworden. Ja, desondanks alle waardering. Maar ik zie op afstand toch wel een beetje in uw ogen dat u toch stiekem wel een beetje trots bent, toch? Ja, natuurlijk. Ik ben heel trots. Ik weet hoe het gegaan is. En dat is niet alleen begonnen met de Gravenborg, maar dat gebeurde dus met allerlei zaken in Oostwold. Dat je zegt van, jongens, dit pakken we op en vrijwilligers erbij en we gaan ervoor. En toen kwam dus het MCO aan boord. En toen hebben we dus daarvoor gevochten dat we dus de toestemming kregen om het gebouw te mogen bouwen.
En ja, dat is natuurlijk iets geweest voor het hele dorp wat fantastisch is. Ja, dat is ook fantastisch. Dirk, mag ik u van harte bedanken. Ook dat u hier aanwezig was vanavond. En, en beterschap. Het zit niet anders. Ik was er graag bij geweest. Alle waardering voor jullie werk. En beterschap, het gaat lekker wel weer de goede kant op. En hopelijk spreken we misschien elkaar nog eens. Ongetwijfeld, Dirk. Dank u wel. Een ander gezicht in de nieuwe campagne is Luciana. Zij was deelnemer van de Jets Foundation. En deze stichting biedt een hele bijzondere combinatie aan van sport en coaching op andere gebieden. Welkom, Luciana. Jij bent onder andere gecoacht door Jona, die nu naast je zit, in een basketbalteam. Je hebt ook andere activiteiten ondernomen. Kan je mij vertellen over die hele periode tijdens Jets? Hoe was dat voor jou? Jets heeft mij heel erg veel geholpen als jonge meisje eigenlijk tot de wat oudere, grotere vrouw tot wie ik nu ben. Ik ben de coach wel heel erg veel dankbaar voor wat ze voor mij hebben betekend, wat ze voor mij konden doen eigenlijk. En ze hebben me wel gewoon echt verder geholpen tot nu eigenlijk. Want je hebt het over jezelf, hè? Als klein meisje. Wie was dat kleine meisje? Vroeger was ik een klein meisje die heel erg snel boos werd. Die niet over gevoelens kon praten of eigenlijk heel gesloten was. Maar als ik nu terugkijk naar mezelf, dan zie ik wel echt een open vrouw en die over alles kan praten. En juist die stap maakt om over mezelf te kunnen praten. En kan je voor mensen die nog niks van het project afweten, is aangeven wat dan precies jou veranderd heeft? Wat is er in de Jets Foundation gebeurd, zodat jij veranderd bent tot die vrouw die je nu bent? Want ik ben bij die basketbaltraining wel eens geweest en ik weet dat gaat er vrij pittig aan toe. Ja, eigenlijk discipline, heel erg veel eigenlijk. Op elke moment dat je daar staat, dat je daar bent, dan wordt je discipline aangeleerd. Ja, eigenlijk dat het meest voor mij. Mooi. En het mooie is dat je nu coach bent geworden. Ja, klopt. Wauw. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Heel erg veel tijd inleveren eigenlijk. Ja, ik sta daar eigenlijk bijna elke dag in de week. Mm-hmm. En ik doe het echt vanuit mijn hart. Er wordt me ook heel vaak gevraagd, waarom sta je daar? Je bent pas 17, je hoort nog te leven. Maar als ik zo kijk, dan is het echt mijn leven. En dan sta ik daar voor alle kinderen. Echt vanuit mijn hart en sta ik daar ook, wil ik daar ook echt staan voor hun eigenlijk. Wauw, daar mag je enorm trots op zijn. En volgens mij, Jona, als coach, hè, dan zul jij ook ongelooflijk trots zijn, toch? Zeker weten, ja. Ja, ik denk dat Luciana echt het uithangbord is van wat wij als foundation willen neerzetten, inderdaad. En wat is dat dan precies? Kan je dat uitleggen? Nou, zoals ze zelf ook al aangaf, iemand die niet heel erg goed weet welke kansen met de emoties op kan gaan. En die emoties zijn er nog steeds, alleen kan ze die nu een plek geven en aan de hand daarvan ook het goede voorbeeld zijn voor de toekomstige generaties. Dus dat is wel echt een verandering om inderdaad heel trots op te zijn. Ja. Super. En als je nou nog een tip mag geven aan jongeren die denken van ja, ik heb hulp nodig, wat zou je dan zeggen? Ja, begin bij jezelf en ga er gewoon voor. Zeg geen nee, ik kan het niet, maar zeg ik kan het nog niet. En dan uiteindelijk kan je heel ver komen. Super, dank jullie wel dat jullie er waren allemaal. Ik wil wel even zeggen dat de Oranje Fondsstraat uit de campagne op dit moment te bezoeken is op oranjefonds.nl. En daar staan nog veel meer van dit soort mooie verhalen. When you're down and confused and you don't remember you're talking to, concentration slips away because your baby so far away. Well, there's a rose in a fisted glove and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, love the one you're with, the one you're with, love the one you're with, love the one you're with. Do tip 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 tip. Ja, Drieman, dankjewel. En dankzij al die duizenden initiatieven die het Oranje Fonds steunt, is ontzettend veel kennis en ervaring opgedaan. En het is belangrijk om die te delen. Het laatste thema is kennis, impact en innovatie. Dit zijn drie woorden die heel belangrijk zijn voor het Oranje Fonds en denken wij voor alle sociale initiatieven ook.
We hebben natuurlijk ook de afgelopen jaren heel wat ervaringen opgedaan, kennis opgedaan. Daar kunnen we hopelijk op voortbouwen. Hoe kijkt u daarnaar? Ik vind het meest belangrijk van het fonds. Ik heb altijd gezegd, met mijn af en toe gebrek Nederlands, wij zijn niet alleen maar geldschieters, maar ook kennisschieters. En wij zien echt zoveel projecten in het land die echt fantastisch werk doen, maar af en toe ze kunnen ook van elkaar leren hoe ze meer impactvol kunnen zijn. En nog zo voorkomen ook een beetje versnippering, hè? Dat iedereen doet een beetje wat echt om kleine stukjes te doen. Die uitdagingen zijn zo groot. We kunnen het niet hebben van versnippering. We moeten gewoon met elkaar werken en veel sterker en ambitieuzere doelen hebben. En kennis delen. En ook meten wat werkt of niet. Zoveel projecten die zeggen tegen mij, nou, weet je, we zijn daarmee begonnen, maar eigenlijk weten we niet of het dat uiteindelijk echt wel werkt. Hè? Dus het is wel heel belangrijk dat die persoon nog toch wel op een goede manier evaluerend gewoon naar zijn eigen project kan kijken. Dus, en daar speelt het Oranje Fonds een hele grote rol in om die kennis te helpen delen, die impactmeting te gaan doen, maar ook nog het kunnen vermenigvuldigen van heel veel van die projecten. Dat zijn groeiprogramma's natuurlijk bij uitstek een hele goede programma geweest. Nee. En het mooie van het groeifonds is dat je daar echt alleen maar deelnemer in blijft. Ook als het niet gaat, dan wordt er gewoon weer afscheid van je genomen. En dankzij hele goede coaches uit het bedrijfsleven die ook heel veel tijd erin gestoken hebben en leren van elkaar, zijn deze sociale ondernemers echt heel veel sterker uit die groeiprogramma's gekomen. Waardoor ze ook hun zwakkere punten goed onderkennen en daaraan kunnen werken. En uiteindelijk ook die projecten op andere plekken weer kunnen reproduceren. En echt gewoon ondernemers worden op het sociale gebied. Ja. Ja. Wat ik ook heel mooi vind, zijn dat er en groeiprogramma's meestal willen in kwantiteit echt groeien. Hè? Dus ze willen echt in meerdere gemeentes aanwezig zijn en nog meer mensen helpen. Maar ik vind het ook heel sterk dat sommige van die oprichters die zeggen, nou meisje, ik wil echt in kwaliteit groeien. Ik wil de mensen die ik aanraak nog meer impact genereren, hè? Dat ik echt het leven van die persoon kan veranderen. En dat vind ik zo mooi, want het is ook echt ook in een soort van groeien. Ja. En niet in kwantitatieve zin, maar wel in kwalitatieve zin. En dan is het net zo belangrijk. Ja. Juist op zo'n speciale fiets, met een beetje elektriciteit, maar vooral met een fietsmaatje die je leidt, waar je mee op pad gaat en waar je ook sociaal contact mee hebt, dan sla je twee vliegen in één klap. Toen moest ik dus de paraplu boven zijn hoofd houden, want hij had nog meer te doen vandaag. En hij zegt, ja, ik wil graag erop blijven. Hij fietst ook hard, hoor. Ja, heel mooi. Ja, het hele beeld zegt het eigenlijk al. Gewoon mensen die door fysieke beperkingen gewoon niet meer buiten kunnen komen. Ze kunnen buiten komen, ze kunnen bewegen. Deze meneer was vroeger gewoon ook een fietser. Die ging altijd erop uit om te fietsen. En op een gegeven moment een paar jaar lang zijn hobby niet meer kunnen doen. En door dit project kwam hij weer buiten. Kon hij weer mee fietsen in ieder geval. En je zit naast elkaar, dus niet achter elkaar, zoals vaak op een tandem zou zijn. Naast elkaar kun je gewoon echt met elkaar praten en op een goede manier buiten zijn, fysiek actief zijn en ook, ook leuke gesprekken hebben. Het enige wat tegenwerkte was het weer. En, de meeste viel daar toch naast. En we zijn in Nederland, hè? Dus en we zijn in Nederland, dus dat wordt. We zijn op alles voorbereid. Precies. Ja. En dit is nou precies zo'n voorbeeld van een idee wat zo helder is en zo aansprekend. Dat het nu al op 50 locaties in Nederland bestaat, dit project. Dus van 1 naar 50, dat is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Dat zegt wat over groeipotentieel. Ja. Absoluut. Hoe kun je als project nog meer betekenen? Met het groeiprogramma biedt het Oranje Fonds organisaties de mogelijkheid om hun lokale project landelijk uit te rollen. Tijd voor Actie begon bijvoorbeeld in Ede en is nu actief in 25 steden. Ilke Dekens, jij bent initiatiefnemer van Tijd voor Actie. En aan de andere kant van de tafel Anke Hazeleger. Jij bent vrijwilliger bij een van de projecten die voortkomt uit Tijd voor Actie. En dat is Surf the City. En dat is hier in Utrecht. Ilke, even bij jou beginnen. Tijd voor Actie is een inspiratienetwerk. Zo omschrijf je het. Wat doen jullie precies? Ja, wij inspireren jongeren om van waarde en betekenis te zijn voor mensen in een kwetsbare situatie. En wij vinden het belangrijk om jongeren duurzaam te activeren. En dat doen we dus door lokale netwerken, waarbij
pioniers, zeggen we dan. Jongeren verbinden aan leeftijdsgenoten, maar ook aan ouderen. Eigenlijk aan alle doelgroepen in de samenleving. En vaak heel dichtbij. En dat maakt het heel erg mooi om ook naar de toekomst te kijken. Als je nu in jongeren investeert, dat krijg je, dat gaat zich vermenigvuldigen. Duurzaam te activeren. Wat doe je dan precies concreet? Duurzaam activeren is aan de ene kant jongeren de ervaring laten opdoen. Wat betekent het om iets voor een ander te doen? Daar ook over te hebben. En dat is dan één keer. Maar het is natuurlijk ontzettend leuk als je bijvoorbeeld een maatjesproject aangaat, waardoor je langer met iemand verbonden raakt. En uiteindelijk hoop je iets mee te geven. Hey, wat betekent samenleven voor jou? En hoe kun je dat invulling geven? En hoe kun je dus ook in de fases die daarna komen ook van betekenis zijn? Ja, en ik word elke keer weer stil van al die contacten die we één op één met jongeren hebben. En wat er dan weer gebeurt. Vaak ook in hele moeilijke situaties. Dat jongeren echt de keus maken om eigenlijk naar buiten te stappen. En zelf aangeven, bijvoorbeeld nu in coronatijd moeilijk te hebben. Maar te zeggen, ik ervaar echt om van betekenis te zijn voor een ander. Doordat ik nu iemand anders bezoek. Ja, en dan werkt het twee kanten uit. En het groeiprogramma is heel belangrijk voor Tijd voor Actie. Hoe heeft het jullie helpen groeien? Ja, wij begonnen in 6 steden met lokale netwerken met ongeveer 3000 vrijwilligers. En 5 jaar later waren dat 25 steden en met 15.000 vrijwilligers. Nou, dat zegt iets over de aantallen. Maar het mooiste vond ik dat je in een groep mag starten met 60 initiatieven. Waarbij al die initiatiefnemers vooral sociale initiatiefnemers zijn, maar bezig gaan met ondernemerschap. En ook aan die kant werken, dus aan de kwaliteit, maar ook wat is mijn groeimodel. En ik vond het mooiste dat je gewoon, iedereen is druk bezig in zijn eigen praktijk. Dat je 2-3 daagse kreeg met overnachtingen. Dat je echt helemaal eruit was met elkaar. Dat je met elkaar optrok. Het groeiteam van het Oranje Fonds, waar we heel veel van geleerd hebben. Wat heb je dan bijvoorbeeld geleerd? Ook kritisch naar jezelf kijken, naar je eigen rol. Dus wat doe ik wel en niet? Hoe laat ik het groeien? Hoe geef ik ruimte aan anderen? Nou, dat gaf hele bijzondere gesprekken. Maar vertel dan eens, want wat doe je wel en niet goed? Wat waren bijvoorbeeld punten die dan omhoog kwamen? Nou, wat meer loslaten. Dat herkennen, herken ik, maar dat herkennen nog heel veel initiatiefnemers. Mm. En groeien doet ook pijn. Dat zie je ook iedere keer. Hè. Je bent weer een laag verder en aan het eind van het jaar ben je heel erg blij. Maar eigenlijk in januari voel je alweer, er komen weer nieuwe groeipijnen aan. Maar dan wel dat resultaat voor ogen zien. Dat steeds meer jongeren in Nederland verbonden raken met elkaar. Ja, dat motiveert mij enorm. Maar ik zag het ook bij de andere deelnemers van het groeiprogramma. Dat iedere keer heb je de wil om het beter en groter te maken. En dat is het hele mooie aan het groeiprogramma. Dat doe je met elkaar. Ja, want Anke, jij bent vrijwilliger bij een van de projecten die voortkomt uit Tijd voor Actie. Dat is Surf the City, hier in Utrecht. En eigenlijk zou je hier zijn met mevrouw Van den Berg, 92 jaar. En ze is helaas ziek. We hopen natuurlijk dat ze wel kijkt. En zij is degene aan wie jij gekoppeld bent om dingen met elkaar te ondernemen. Wat doen jullie dan zoal? En volgens mij hebben we het trouwens ook. Daar is mevrouw Van den Berg. Ja, wat wij doen, voornamelijk spelletjes. Dat was ook haar vraag. Of ik van spelletjes hield voordat ik überhaupt gematcht werd. dus spelletjes, Scrabble en Rummy Cup. En ik probeer ook nieuwe spelletjes te leren die ik dan weer ken. En dat doet ze heel erg goed mee. En, ze wat bijvoorbeeld dan? Quix, ik weet niet wat mensen... Ja, ken ik. Nou, die hebben we vorige keer gedaan. Dat was nog best een uitdaging. Verder gewoon veel praten, dat is al heel leuk. Ik help haar met haar smartphone en laptop. Dus op zich is ze best wel bij de tijd. Dat vooral tot nu toe. En je gaat er dan om de week heen? Is dat een vast moment of wisselt dat? Nee, het wisselt. We houden het heel flexibel wanneer we allebei kunnen. En app je er dan van, joh, kun je? Of is het meer, bel je er? Hoe werkt dat? Ik bel haar. Ik probeer haar te appen, maar ze appt niet terug. Nou, ze is 92. maar ik probeer haar daar weer mee te helpen als ik bij haar ben. Maar als ik haar echt moet spreken, dan bij elkaar gewoon. Ja. En waarom heb je ooit aangemeld voor dit vrijwilligerswerk? Nou, ik heb zelf gewerkt bij Surf the City, dus ik ken het hele initiatief. Maar eigenlijk omdat ik zelf heel slecht in mijn vel zat afgelopen jaar. En een van de dingen was dat ik ook eenzaam voelde. En dacht van, nou, er zijn ook ouderen die alleen zijn. Misschien is het goed als ik één keer in de week een avondje naar een ouderen ga. En dan zijn we allebei wat minder alleen. En dat is goed uitgepakt. Ja, wauw. En zit er een soort van tijd aan verbonden? Of is dit gewoon, je kunt hiermee doorgaan zolang je wil? Ja, totdat een van ons denkt, wil niet meer. Of maar voorlopig is het nog leuk. Ja, het ziet er heel gezellig uit in ieder geval, wat jullie zo samen doen. Ja. En wat vind je nou het allerleukste aan jullie contact? Nou, zij is vooral heel erg grappig.
En ja, dat maakt het ook wel, dat maakt het heel leuk. Ze is nog heel erg bij de tijd, dus ze wil vooral niet dat ik haar met dingen help. En dat snap ik ook wel eigenlijk. Ja, ze is een beetje bij de hand wel. Wat dan bijvoorbeeld? Kun je iets voor iets nou, van? Ja, het gaat wel vaak over mannen bijvoorbeeld. Dus dat ze zegt, want ik moet dan naar huis fietsen een half uur of zo. En dat vindt ze dan wel een beetje spannend. En dan zegt ze, ja, maar als het nou een leuke man is, dan moet je wel meegaan. Ik zeg, nou, oké. <okay. laughs> Dus ze maakt heel vaak grapjes. Of ze van, ja, neem niet een keer een vriend mee, weet je wel. Dan kan ik die ook eens ontmoeten. En dat is gewoon heel leuk. En ja, en ze wil ook heel graag nog heel veel dingen doen. Dus een soort, dus ik zit wat te kijken, kunnen ze de bucketlist maken. Om naar plekken nog toe te gaan waar ze naartoe zou willen. Want dat kan nog. Ja, en nu is er ook weer wat meer mogelijk natuurlijk. Precies. Dat zou heel mooi zijn. En laten we vooral hopen dat ze snel weer beter wordt. Ja. Dus mevrouw van den Berg, nou, als ze het ziet, heel erg veel beterschap. Eelke, dan wil ik nog heel even kort naar jou. Want je zou het liefst zien dat alle jongeren zich inzetten voor hun omgeving. En ik begreep dat jullie dat met het groeiprogramma meer over de maatschappelijke agenda hebben gekregen. Tot aan het regeerakkoord aan toe. Ja, waarom is aandacht hier zo belangrijk? Ja, het is ontzettend belangrijk dat jongeren dus mee gaan doen. En ik vertelde net al, tijdens het groeiprogramma hebben wij zelf een groei naar 15.000 jongeren doorgemaakt. Maar hoe mooi is het dat in dezelfde periode we samen met de overheid en heel veel organisaties in Nederland de maatschappelijke diensttijd mochten ontwikkelen. Waar inmiddels 60.000 jongeren aan hebben deelgenomen. En nu inderdaad komt het 4 keer terug in het regeerakkoord. Nou, wordt het onderdeel van het onderwijs. Jongeren kunnen zich bij Defensie inzetten. Of dus heel dichtbij om de hoek in de eigen straat. Ja, ik denk als je dus hierin investeert met elkaar. En het heel mooi, jongeren nemen ook de leiding hier binnen. Ja, dat het gewoon echt een enorme vrucht voor Nederland zal zijn. En dat gewoon, zeker in deze periode, het echt iets voor jongeren zelf betekent. Om aan talentontwikkeling te doen. Andere mensen ook ontmoeten. Maar ook hun eigen ontwikkeling door te kunnen maken. Ja, en ik geloof dat heel goed past bij de missie ook van het nieuwe kabinet. Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst. Dus ja, mooier kan het niet wat mij betreft. Nee, en Anke is daar echt een heel mooi voorbeeld van. Dank jullie wel, Anke Hazeleger en Eelke Dekens. Het Oranje Fonds doet het niet alleen, maar is in de afgelopen 20 jaar gesteund door talloze organisaties. Al die partners zullen we vanavond bedanken. En dat doen we zo. Een ode aan alle partners. Iedereen doet het toe. We kunnen willen en niet weten waar te beginnen en toch gaan. We kunnen proberen beter dan voorheen, elke keer weer en dankbaar terugblikken op hoe we het hebben gedaan. We kunnen leren van jong, van oud, van eerder, van nieuw, van onbekend en bekend, van gewend, van weer wat anders. En keer op keer verwonderd en geïnspireerd raken, terwijl de wereld als vanzelfsprekend verandert. We gaan mee. We hoeven niet te vergeten hoe we kunnen uitlichten en het licht blijven schijnen op al dat we samen verrichten en geven. Ook als we niet altijd precies weten waaraan. Waar naartoe. We blijven bouwen vanuit vertrouwen op dat, totdat het daar belandt waar het nodig is, ergens tussen waarom en hoe. We gaan ondanks, desondanks, we gaan er samen meer van maken. We kunnen dankbaar zijn dat we in een positie zijn dat we kunnen geven. Want geluk is niks waard als we het niet kunnen delen. We kunnen erkennen en elkaar blijven herinneren aan alles wat al gelukt is. Met dat als basis voor morgen. We maken ons hard voor diverse sociale initiatieven en een rol in bijdrage in de maatschappij. We bestaan uit verschillende vormen. Van ik. Niet alleen hij en zij. We zijn samen wij. Alles doet ertoe. Iedereen doet ertoe. We zijn allemaal verbonden en hoeven daarom in feite nooit echt alleen voor te staan. Laten we elkaar daaraan blijven herinneren en dat niet vergeten, een mooi gegeven. We durven, we steunen, we geloven, we helpen, we gunnen, we groeien. We bundelen, bouwen, overbruggen, laten lukken, we boeien. We zijn liefhebbers, partners, vrienden, familie, rolmodellen op podia en achter de schermen. We zijn allemaal schakels in dezelfde ketting, rijk in onze verschillen, schitterend, al 20 jaar gelukt. We zijn niet te stoppen door maatregelingen en beperkingen. We zijn er nog steeds. Met dank aan organisaties als de Nationale Postcode Loterij, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, KPN, Nationale Nederlanden, Douwe Egberts, Vrienden van het Oranje Fonds, deelnemers van loterijen, alle grote en kleine bedrijven, betrokken families, provincies
En verder in ieders naam die niet genoemd, maar wel de schoen past. Zonder jullie, geen ons. Op naar nog meer jaren. We gaan er samen meer van maken. Dankjewel, Elton Kiene. Heel mooi. Dat ritme ook, wauw. We gaan nog één keer terug naar Paleishuis ten Bosch. Nou, we hebben natuurlijk 20 jaar achter de rug, maar we zijn nog lang niet klaar. Wat zijn uw wensen voor de komende 20 jaar, voor de sociale samenleving van Nederland? Nou ja, allereerst moeten we kijken hoe we natuurlijk uit de coronapandemie komen en hoe de projecten erbij staan waar we voor de pandemie vertrouwen in hadden. Of die extra steun nodig hebben. Ik denk dat dat in het begin heel belangrijk is. Maar mijn vrouw steeds zegt, ook dat je gewoon de kennis in huis hebt en kan delen met anderen. Dat je gewoon die data hebt van sociale projecten. Echt heel belangrijk. En wat ik ook heel graag toch even hier wil zeggen is, dank aan al die partijen die ons geholpen hebben over de afgelopen 20 jaar. Er zijn ontzettend veel organisaties die betrokken zijn geweest bij het Oranje Fonds. Maar één die vanaf eigenlijk de eerste avond het feest in de arena er altijd bij is geweest, is toch de Postcode Loterij als hele grote donor. Die wil ik toch even specifiek apart noemen. Zo'n ongelooflijk goede partner van het Oranje Fonds geweest. Dus bij deze wil ik via hen ook alle anderen danken die hun bijdrage hebben geleverd voor het Oranje Fonds. Ja, en ik denk dat... Ja, corona heeft toch wel bepaalde issues nog duidelijker gemaakt in onze maatschappij. Hè? Dus mensen die echt minder kans willen hebben om toch wel iets te breken. En ik denk dat ze meer dan ooit, het gaat niet over het Oranje Fonds. Het gaat dat wij in samenwerking met heel veel andere fondsen toch de hele grote doelen heel goed voor ogen hebben. En we samen trekken aan hele grote uitdagingen die we hebben in de komende jaren in onze maatschappij. En ik denk dat het met meer kennisdeling, met meer gezamenlijk misschien onderzoek gaan doen. Met de lokale, maar ook de landelijke overheden. Toch wel hele goede afspraken aan targets gewoon hebben. Van ja, dit gaan we doen en dit is wat we nodig hebben. En dat iedereen zich organiseert en de hele keten om dat mogelijk te maken. Ik denk dat het hartstikke belangrijk is, want ik denk dat wij verliezen allemaal als we dat niet zouden doen. Dus ook partnerschappen aangaan de komende tijd die dit effect kunnen hebben? Ja, absoluut. We moeten gewoon in plaats van verdedigen, dit is mijn stukje en dit is jouw stukje. We moeten met z'n allen naar elkaar stukjes bij elkaar brengen, zodat we echt een grotere doel kunnen bereiken. We weten ook dat vanuit deze crisis nog vrij lange tijd mensen met mentale problemen zullen zitten, de jeugdzorg met extra problemen zal zitten. Dus nodig zal het zeker zijn, denk ik, dat het Oranje Fonds zich daarmee mee bemoeid. Mijn wens zou zijn dat wij echt, niet in Nederland, dat wij echt met alle, ook zusterorganisaties, net het Oranje Fonds, dat doen we al in het Caribische gebied, maar dat we nog meer doen als het gaat over kinderen in armoede, echt mentale gezondheid, echt participatieproblemen. Er zitten zoveel dat we moeten doen en we hebben geen tijd meer om te verspillen. Ja. Dus toch zorgen dat niemand er alleen voor staat en dat mensen mee kunnen doen. Dat is, De doelstellingen van 20 jaar geleden zijn nog heel noodzakelijk. Ja. Ook in de toekomst, ook in de komende 20 jaar en daarna. En ik weet zeker dat het Oranje Fonds daar met iedereen die het een warm hart toedraagt een belangrijke rol kan spelen. Mag ik u hartelijk danken voor deze terugblik op 20 jaar Oranje Fonds en eigenlijk ook een beetje op 20 jaar Nederland. Ja. Met een opdracht voor de toekomst. Dank u wel. Heel goed, dank u wel. Dank u wel. Sandra Jetten en Kim Putters zijn weer bij ons aangeschoven. Sandra, zoals de koning net al zei, op naar de volgende 20 jaar. Hoe zie jij jouw opdracht voor de toekomst? Nou ja, we gaan door met waar we mee begonnen zijn. Dus bouwen aan netwerken, aan samenwerkingen en nog steeds heel veel mooie sociale initiatieven steunen. Want al die vrijwilligers in Nederland, die maken samen het verschil. En Kim, de koning zei dat het Oranje Fonds waarschijnlijk nog wel eventjes nodig zou zijn. Hoe hoopvol ben jij voor de toekomst? Ja, ik denk dat de koning daar gelijk in heeft. Ook de komende jaren zullen heel veel mensen de steun nodig hebben van vrijwilligers en van mensen die bereid zijn om hen te helpen. En de projecten van het Oranje Fonds die kunnen daar een grote rol bij spelen. En al die vrijwilligers die we ook vanavond voorbij hebben zien komen, dat geeft ontzettend veel hoop voor de toekomst. Dat we er echt samen de schouders onder zetten. Positieve energie. Zeker, positieve energie. Ja, we hebben zoveel moois gezien hè, vanavond. Ik ben er nog helemaal vol van. Sandra, in de voorbereiding naar dit programma zei jij,
dat je heel erg blij bent dat dit jubileum aan het begin van het jaar is. Waarom zei je dat? Nou ja, het is natuurlijk fantastisch om dit feest te mogen vieren en om terug te kijken op 20 jaar. Maar we hebben eigenlijk als Oranjefonds ook ontzettend veel zin om gewoon aan de slag te gaan. Er moet een hoop gebeuren. Dit is het moment om met elkaar door te pakken. Dus we kunnen gewoon de rest van het jaar weer lekker aan het werk. Ja, daar sluit ik me helemaal bij aan. En dat lijkt me ook direct een hele mooie afsluiting. Lisette, dat was hem. 20 jaar Oranjefonds. 20 jaar werken aan een samenleving waarin iedereen meedoet. 20 jaar ertoe doen. Ik zou zeggen, laten we daarop proosten. Dat gaan we doen. Proost. Zo, proost. Proost. Ja. Proost. Op iedereen die zich inzet voor een ander. Precies. Ik wil graag al onze gasten bedanken hier in de studio en natuurlijk op het scherm. En natuurlijk ook dank aan het beschermpaar van het Oranjefonds, koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Ik vond het een hele mooie avond, Lisette. Ik zou zeggen over 20 jaar weer, toch? Ik heb er nu al zin in. Precies. Wilt u trouwens nog eventjes nagenieten, dan kunt u 20 inspirerende verhalen uit 20 jaar ertoe doen terugvinden op oranjefonds.nl. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Fijne avond. Fijne avond. And all my friends were all misunderstood. They say we stand for nothing, and there's no way we ever could. Now we see everything that's going wrong with the world and those who lead it. We just feel like we don't have the means to rise above and beat it. So we keep waiting, waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. It's hard to beat the system when we're standing at a distance. So we keep waiting, waiting, waiting on the world to change. We keep on waiting, waiting, waiting on the world to change. Waiting on the world to change. Waiting on the world to change. Waiting on the world to change.